Yo mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag heb ik een Pokémon Evolutie Valhalla voor jullie. We gaan super veel Pokémon's evolueren. Ik heb er heel erg veel zin in. We gaan super veel vette, dikke Pokémon's krijgen die ik nog niet heb. Ons Lucky Egg staat aan en dan gaan we gewoon beginnen, jongens. Ik ga beginnen met de Caterpie Full Evolution, want die heb ik nog niet. Oké, nu hebben we natuurlijk een Metapod, maar die gaan we weer evalueren voor 80 candy. En daar is hij dan, jongens. Deze heb ik nog niet. Hiervoor krijg ik dus superveel XP. Mijn Lucky Egg staat natuurlijk ook aan. Dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. We gaan hem even registreren in de Pokédex. En dan hebben we een 800 Butterfree. Oh my god, dit gaat lekker, jongens. Maar we gaan snel door naar de volgende. Ik laat bewaarde Weedles, Pidgeys en Rattatas en Sparrows voor het einde. We gaan nu de Venonat evolven. Want die heb ik ook nog niet geëvalueerd. We hebben een Venonat van 580. En dat wordt zeker wel een hoge evolutie. Een Venomoth krijgen we dan. Welke CP zal die hebben, dames en heren? CP van... We hebben nu een Venomoth van level 1079, dames en heren. 1079, dat is natuurlijk heel erg hoog. We gaan in ieder geval snel door naar Meowth. Ik heb 100 Meowth candy. Ik ga één van mijn twee Meowth evolueren naar een Persian. Omdat ik deze simpelweg nog niet heb. En dan krijg ik natuurlijk ook superveel XP voor. Aan het einde van de video zien we natuurlijk hoeveel XP wij hebben in totaal. En Persian hebben we nu. En hij wordt even geregistreerd. Ik denk niet dat deze boven de 1000 is. Maar wie weet. 860, jongens. Oh, dat is ook helemaal nice. We gaan nu de Psyduck van level 613. Oh, niet transferen. Nee. We moeten hem evolueren. We gaan hem evolueren. En dat wordt een Golduck van een heel hoog level. En het is een Golduck van CP. Deze had ik al, dus deze zal niet geregistreerd worden. Maar we hebben een Golduck van CP. 1333. Damn, boy. Dit gaat lekker. Nu gaan we een Poliwag helemaal evolueren. Dus van Poliwag naar Poliwhirl naar iets. Drie evoluties in ieder geval. Nu hebben we een Poliwhirl van CP. CP. CP 664. En nu gaan we hem weer evolueren, jongens. Nu krijg je dus een nieuwe Pokémon. Die natuurlijk ook weer geregistreerd moet worden in de Pokédex. Waarvoor we weer superveel XP krijgen. En nu hebben we more. Opzakee, dikke vuisten jongen. En 1290 jongens, een Poliwrath van 1290. Hier ben ik super blij mee. Dit is een mooie toevoeging aan de collectie. Nu heb ik een Slowpoke van CP 644. Die we ook natuurlijk weer gaan evalueren. Deze wordt geëvalueerd naar een Slowbro. En deze heb ik nog geen één keer gedaan. Dus dat is super nice. Ik heb ook een Pikachu besteld met een Slowbro pakje. Dus dat wordt ook super grappig als ik die binnen heb. En dit wordt wel een hoge Slowbro hoor. Dit wordt wel een hoge Slowbro, dames en heren. CP. Eerst even registreren. Maar we hebben een Slowbro van CP 1397. Oh. Ik ga misschien op het einde, ja weet je, deze ook nog evalueren. Maar eerst gaan we door naar Magnemite, want die heb ik nog geen enkele keer geëvalueerd. Ik denk niet dat hij zo super hoog wordt, maar ik wilde hem gewoon evalueren voor de video, voor de XP. En dan gaan we hem dadelijk natuurlijk ook registreren. En ja, wat voor een level zou hij zijn? Dat weten we natuurlijk niet. Maar deze ziet er in ieder geval super nice uit. Even registreren in de Pokédex. En dan hebben we Magneton van CP 880. Ik kan die andere ook allemaal doen, maar misschien doe ik dat op het einde even. We gaan in ieder geval door naar Sheldor. Die gaan we evalueren. Hopelijk wordt hij boven de 1000. Ik hoop echt dat deze boven de 1000 wordt. Dat zal in ieder geval heel erg nice zijn. Maar dat zullen we dadelijk zien. Ik heb laatst toevallig net zijn evolutie gevangen. Maar nog niet echt zelf geëvalueerd. Voordeel daarin is dat hij niet geregistreerd moet worden. En we hebben een Cloyster van level 1160. Dit is nice. Dan gaan we even deze draw zien. Nou, doe ik op het einde. We gaan eerst even de Krabby doen. Deze heb ik nog geen keer geëvalueerd. En ik heb ook nog geen Kingler gevangen. Dus dit is weer een nieuwe Pokémon toegevoegd aan de collectie. En dat is helemaal nice. Dat is heel erg nice. Hoppakee. Kijk al die dikke schaar.
Een soort hanenkam heeft hij op zijn koppie. En oh, net niet 1000. Ik ga hem gewoon even snel power-uppen. Oké, je moet 1000 worden. Hij moet 1000 worden, dames en heren. Hoppakee, precies 1000. Precies CP 1000, daar ben ik blij mee. En dan gaan we door naar Voltorb. Ik heb zoveel Voltorb candy, dus ik dacht, ik moet er gewoon even eentje evolueren. Die heb ik ook nog niet geëvolueerd. Dus die krijgen we ook weer lekker veel XP voor. En ja, hoeveel XP zullen we aan het einde van de rit hebben, jongens? Dat wordt gewoon echt heel erg spannend. En ja, we zijn nu 8 minuten bezig. Op mijn beeld. Ik ben natuurlijk aan het knippen tussen de video door. Maar we hebben weer een nieuwe Pokémon binnen. En dan hebben we deze helemaal compleet. En die gaan we even power-uppen naar de 1000. Gewoon omdat het leuk is. Gewoon omdat het kan. Ik wil alles boven de 1000 hebben. Hoppakee. CP 1007 Electrode. Die hebben we natuurlijk ook gewoon lekker binnen. Dan gaan we door naar Staryu. Want die heb ik ook nog geen één keer geëvolueerd. Er wordt een Starmie. En dat is een mooie paarse ster. En die is ook helemaal nice. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Helemaal prachtig. 1171. Oké. Dan gaan we aan Eevee Evolutions beginnen. Ik heb een Eevee van 624. Een Eevee van 613. En een Eevee van 595. Dus, ik ga deze even... Ik weet niet meer of het werkt. Of dat... Maar ik ga het gewoon proberen. Ik ga deze in ieder geval veranderen naar... Pyro. Met een hoofdletter wel, hè. Zo. Zo, type 8. Pyro. En wie weet wordt het Flareon, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval gewoon evalueren. En het werkt! Het werkt, jongens. We hebben Flareon. Hoehoe. Maar hoeveel CP zou die hebben? Even registreren, want die had ik nog niet. Ik had alleen maar Jolteon. 1500. Oh my god. Dit vind ik wel nice. Evolueren. Gaat deze evolueren in een hoge Jolteon? We zullen het zien. Na de reclame. Nee, grapje. Hopsa, het werkt gewoon nog, jongens. Fuck dit, het werkt gewoon nog. En nu moeten we alleen nog Raynor doen. Dus dan krijgen we onze vriendelijke vriend. Hier, 1200. Dat wilden we zien. En nu moeten we deze veranderen naar Raynor. En dan hebben we als het goed is alle Eevee Evolutions. Hoppa, Raynor. De trainer Raynor. Ja, dat klopt. Even die dubbelcheck. En deze wordt sowieso boven de 1000. Deze wordt het hoogst. Denk ik. 1500, 1600. 1300. In ieder geval hoger dan onze Sparky. Hopsakee. Nu heb ik ze alle drie. Hier ben ik wel super blij mee. Super nice. Oh my god, jongens. 1600 hebben we. Dit is wel lekker, hoor. Nu hebben we alle Eevee Evolutions. We hebben bijna genoeg om onze Magikarp te evolueren naar een Gyarados. En we zijn ook goed op weg met Dratini. Maar ik wil hem helemaal kunnen evolueren. En nu gaan we gewoon nog even kijken van wat willen we nog evolueren. Want we hebben nu alle main evoluties gedaan. Ik wil deze Slowpoke ook nog evolueren. Naar nog een super hoog Slowbro. Wat kei veel. Doe normaal. 1454. Hoho. Ik heb echt een hoge collectie dadelijk, jongens. Dat wil je niet weten. Ik heb mijn hoogste Golbat verwijderd. Per ongeluk. Hij was opeens gewoon weg. Dus ik denk dat ik per ongeluk heb getransferd. Verkeerd. Maar ik hoop dat deze weer nu hoog is. Ik had er eentje van iets over 600. Nou, kijk ze aan hier. 1000, jongens. Dat is wat ik bedoel. Jigglypuff zijn we ook goed mee op weg. Nou, deze Sparrow, die gaan we sowieso doen. Die wordt hoog. Die wordt hoog, dames en heren. En 1000. Hoppakee. Ik wil alles boven de 1000 hebben. Alles boven de 1000. Ik ga nog een Caterpie doen. Gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En dan gaan we die daarna gewoon transferen. Kan ik deze nog één keer doen? Tuurlijk. Natuurlijk. Alleen maar XP. Nu gaan we beginnen aan de hel. Alle wheels. Hoppa. Dit duurt lang, jongens. Het zou leuk zijn als je het filmpje kon skippen. Misschien doen ze dat in de toekomst wel in Pokémon. Maar voor nu moeten we nog het filmpje kijken. Kabuto.
telefoon is heet, jongens. Oeh. En nu ben ik gewoon alle starter, of ja, echt al die Weedles, pitjes en ratten aan het evalueren. Gewoon voor de XP. En dadelijk op het einde zien we natuurlijk hoeveel we hebben. Transferen, hoppakee. Nog 2 Weedles heb ik. Daarna zijn ze op. Dan gaan we door naar de pitjes. Nou, ik ga even nog deze Sparrow zo boven de 1000 proberen te krijgen. Hoppakee, precies 1000. Mooi. Zeg ik ook gewoon nog even, gewoon omdat het kan. Hoppa, ook boven de 1000. Die Meow laat ik lekker staan. Slowbro's heb ik gedaan. Nog Magnemite voor de leuk. Ik heb toch genoeg candy. En hier hangt trouwens mijn mic. Just to be sure. 855. Deze worden ook allemaal hoog, jongens. Hypno's zijn zo fucking chill. Ze zijn heel erg chill ook in gyms. En ja, daarom. Deze wordt echt hoog. Deze wordt echt hoog. Dit is denk ik mijn hoogste hypno die ik ga krijgen. 1300. En hij is 1288. Prima deluxe. 1217. En nog een trouwens gaan we even proberen. Helemaal mooi. Deze Volterboek. Ja joh, dan bewaar ik die laatste voor als ik nog een hoog tegenkom. De laatste candies. Deze Goldeen gaan we nog even doen. Waarom niet? Dit vind ik zo lelijk, hè, deze Pokémon. Getverdemme. Seeking. Ja, maar hij is al boven de 1000. Dus dat is helemaal top. En dan bewaar ik die laatste 70 candy 69 voor een andere hoge. Nou jongens, dus die Dratini, als ik 125 Dragonite candy heb, of Dratini candy, dan gaan we die in één keer evolueren naar Dragonite. En dan ga ik maar met de Pidgeyhell beginnen. Het half uur zit er ook bijna op van de Lucky Egg en dan gaan we zien hoeveel XP we in totaal binnen hebben gehaald. En de camera died. Dus nu stappen we over naar deze camera. Hopelijk heeft hij wel opgeslagen. Oké, we switchen naar de andere camera. Mijn camera is leeg. En we hebben nog 5 minuutjes ongeveer. Dus dat maakt niet heel erg veel uit. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Pop. Ik ben blij dat ik dan voor zekerheid ook een T-cam heb aangezet. Want anders was ik gewoon flink te pineut, jongens. Ik denk dat het erop zit. Nu ga ik weg uit mijn Pokémon's. En dan ga ik kijken hoeveel XP we hebben. Laat nu in de comments achter hoeveel XP dat jij denkt dat we in dit half uur evolueren hebben gehaald. Laat het nu achter in de comments. Ik kan je wel vertellen, het is veel. Het is veel. Maar ik denk niet dat het genoeg is om mijn level omhoog te halen. Want ik ben nu level 21, 22. Eigenlijk net. En het is sowieso niet 100 XP. 100.000 XP. Maar we zullen zien hoeveel het is. Ik ga nu een kruisje doen. Nu linksonder 65.000 XP. En er zijn 100 Pokémon's geregistreerd in de Pokédex. Dus dat gaan we ook meteen even kijken. Nog een Metal Steel type Pokémon. Oh, we hebben nog 8 seconden. Nee joh. Nou, weet je, dat maakt niet uit. Dus ik ben nu level 22 met 76.000 XP van 100.000 XP. En dan ga ik nu even mijn Pokémon steren op Combat Power. Zodat we kunnen zien hoe we ervoor staan. Mijn Rainer, dus mijn Vaporeon, is het hoogste met CP 1608. Daarna hebben we Flareon met CP 1554. Daarna hebben we Slowbro's, Golduck, Poliwrath, Hypno, Sparky, oftewel Jolteon, Hypno, Golduck, Starmie, Cloyster. Nou, weet je, ik ben hier wel trots op, dames en heren. En terwijl ik ben aan het spelen, spant de Vernitoran voor me. Ik laat even de AR zien. Deze is dus leeg. Nu film ik met die. Hier is mijn mic. En daar kan ik zien, alles loopt nog. Ja, helemaal top. Helemaal mooi. En ja, Nidoran zit even. En hiermee neem ik mijn scherm op. Twee MacBooks zo. En Pim weer hier. Hey Pim! Zo, kijk. Hoppa. Dit wordt een Inception, jongens. Maar ik ga nu even hem vervangen, want hij zit in mijn thee. Lekker smaakje hoor, die Nidoran. Hoppa, en 292, prima. En dan ga ik deze video maar eens afsluiten, dames en heren. Het was een geslaagde evolutiesessie. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je meer
Pokémon wilt zien op mijn kanaal. Abonneer mijn kanaal als je nog niet geabonneerd was. En dan zie ik jullie heel erg graag bij de volgende video. Jongens, later.